Technologie wordt steeds kleiner en ingewikkelder. Dat is bijvoorbeeld handig voor medische ingrepen of voor wearables. Maar hoe verfijnder onze apparaatjes zijn, des te moeilijker is het om ze nog kleiner te maken. Misschien is het slimmer om andersom te denken, van klein naar groot. Leidse natuurkundigen onderzoeken kleine deeltjes die uit zichzelf structuren bouwen. We noemen die deeltjes colloïden. Ze zijn zo klein dat ze net als moleculen van zichzelf continu in beweging zijn, maar wel groot genoeg zodat ze kunnen dienen als bouwstenen.